muziek is Radio Rijnmond. 93.4 FM. Dan gaat het bouwen, gaat uithalen, gaat schieten, ja! Dit is geen goal meer! Dit is een orgasme! Oh, wat een goal, wat een beauty, wat een knal, wat een kogel! 3 minuten voor tijd komt Feyenoord hier in Amsterdam in deze sporthal op 3-2. Wat een armoede zit vanavond. In de zeiknatte regen zitten we hier op de perstribune. De apparatuur die zo meteen zal gaan ontploffen, denk ik. Het is onvoorstelbaar. Je kan die bal gewoon niet meenemen. Dit moet je echt zien, luisteraars. Dit kun je ook niet verslaan. Dit is gewoon met elkaar in een zwembadje zitten en proberen dan nog een bal aan elkaar te gooien. Nou, als ik Feyenoord was, zou ik Flipper laten warmlopen. Ik had een bekertje water meegenomen, maar ik moet een ongeluk drinken dat het niet overloopt. In het Dolfinarium. Het water zat zo'n beetje tot aan de tweede ring. Mensen kregen ook zwembandjes toen ze naar binnen gingen. En dan schiet er nog een speler boos in de grond. Nou, het enige wat je tevoorschijn ziet komen zijn 2 makrelen en een kreeft. Het hoost. Ik heb een natte reet. Gelukkig vandaag geen mascara opgedaan. Ik denk dat Radio Rijnmond de volgende keer beter een zeehond het verslag kan laten doen. Want die heeft meer verstand van deze tactieken, denk ik. Maar heel de wedstrijd. Dat is ook niet zo'n leuk geluid. De dubbelkuit vanavond. Hij gaat naast de paal! Dat mensen gaan doorgaan. Dat mensen als gebied hakt de bal. Houdt er bij zich. Geeft er wel een keeper iets. Gaan uithalen. Jozef! Ja! Daar gaat Valloon! En dan Blinken! Ja! Regie Blinker! 5 minuten en 50 seconden de blessuretijd. Supporters op het veld, die worden weggehaald door de security mensen en door John Madgold. Kroes overgenomen met Peruzzi, haalt uit! Ja! Ja, ja, ja! Wat een wereldgoal! Kroes! Ja! Ja! 2-0! Julio Kroes! Van Hooijdonk, restje rond 16 meter. Laag langs de grond! Ja! Ja! Een eigen doelpunt van Córdoba! Maar die telt ook! Feyenoord op 0-1! Oh, oh, wat een beweging van Pessio! Voorlangs van het mogelijkheid van een actie van Hooijdonk alweer. Pierre van Hooijdonk, de kop al daarnaast! Oh, lekker rustig blijven. Oh, een glaasje witte wijn, open haartje aandoen. Blokje Hollandse kaas. Dan weer heel voorzichtig. La 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 la. Ronaldo. Dan krijgt hij de bal niet geplaatst. Ja! Feyenoord wint hier vanavond in Milaan. Gewoon keihard met 1-0. Feyenoord schrijft andermaal geschiedenis hier in Milaan. Fantastico! 0-1. Dat Dortmund mag gaan gooien. Hij kijkt op zijn loze. Stadion. Ontstellend trots. Ik zat te trillen op mijn benen. De tranen die biggelen uit mijn ogen. Een echte besef. Godverdomme Feyenoord, we zijn ontzettend trots op jullie. Dit is FM 93.4 Radio Rijnmond.